final level. Ik wil gewoon naar huis. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. In de vorige aflevering hebben we Submerged Castle bijna eigenlijk praktisch in één hele aflevering gedaan. En in deze aflevering gaan we daarin verder en nu zijn we hier bij de final level. En nou hoeven we ons nog geen zorgen te maken op dat stomme stinkbeest wat nog langs moet gaan komen. Dus zoals we hier zien, als we hier deze muur omlaag halen, dan zien wij de candy pups, dat we weer een paar Pikmin kunnen maken. En dat is namelijk heel erg gunstig hier. Het enige nadeel is dat hier nou een ei ligt, die ik eigenlijk niet wil gebruiken. Die zeggen we tot we geen liefs hebben. Oké. Dat is de uitgang. Oh, mag ik die nou wel gebruiken alsjeblieft? Oké, nou het beste wat je hier kan doen is niet je blauwe hierin te gaan gooien, maar de Bulbmin hierin te gooien. De reden hiervoor is, Bulbmin die kun je niet meenemen zoals jullie weten naar boven toe. Dus dan mag ik beter de actuele Pikmin ervan maken. Waarom ook niet? Nou, dit is de enige manier om in de Submerged Castle aan paarse Pikmin te gaan komen. En dit heeft ook een reden. Dus ondertussen dat we heel eventjes de paarse even plukken. Ja. Dan gaan we ook even hier naartoe. Dan pakken we hier ook even wachten. Jullie. Even bij hem. En jullie gaan heel even mee. Goed zo. Dan kunnen we hier ook eventjes paarse van maken. Het klinkt zo zielig. Oké, nou jullie mogen allemaal bij deze hier blijven. Jullie gaan gewoon even hier staan. Gebeurt niks, hoop ik. Zowel hebben we een probleem. Deze 5 nemen we eventjes mee. Nog niet bij die nectar komen. Blijf van die nectar af. Daar kan ik jullie allemaal flowers van maken. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, zoals je dus ziet, we hebben maar 10 paarse Pikmin. En deze 10 gaan we heel erg hard nodig hebben. Nou, even jullie allemaal eventjes netjes dat opdrinken daar. Dan zijn jullie allemaal mooie leaves geworden. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Of flowers. Oh, mij nou, leaves. Oké, dan pakken we heel eventjes dit team erbij. En dan maken we eventjes de weg open naar onze ballerina. Want er zit hier dus een hele grote ballerina. Dus, nou, zo gedaan. En deze Pikmin die wil je dus niet bij je hebben tijdens het boss battle gevecht. Deze Pikmin die kunnen namelijk absoluut niks betekenen tegen het boss battle gevecht. Dus die willen we gewoon hier lekker achter bij de waterspuiten laten. En nogmaals, ik weet het, heel veel hebben gezegd van, maar blauwe Pikmin die zijn nog tegen ze die tegen water kunnen. Dus waarom gaan andere Pikmin die kunnen ook dan tegen die waterspuit? Omdat ze niet onder water gaan, omdat dat ding daar heeft zo'n hoge druk dat spuitje gewoon naar boven toe. Dus een anders nodig Nintendo logica, dat weet ik veel. Goed, als we hier dus naartoe komen, dan hebben we daar die stomme water raid. Nou zou je dus denken, hoe moeten we in godsnaam dat beest gaan verslaan op het moment dat wij dus, ja, dat beest helemaal geen schade konden doen. We hebben paarse Pikmin. En blijkbaar kan dat ding niet tegen sound. Dus wat je wilt doen is je wil Pikmin achter hem gooien. Ik zei achter hem. Hi. Hi. Dude. Kijk. En als je hem achter hem gooit, dan wordt hij dus bang. En dan krijgt hij dus een fysieke vorm. En dan wil je dan je Pikmin zo snel mogelijk opgooien. En dan kun je hem echt schade aandoen. Oh, hij is nog stunt. Hij is nog stunt. Nee, hij is niet meer stunt. Ah, we zijn nog al eentje kwijt. Nou, dat was dum. Het nadeel van deze baas is, op het moment dat jij al je 10 je paarse Pikmin kwijt bent, kun je niet meer winnen. Dan is het afgelopen. Oké, we hebben hem. Oké, dan gooien we de paarse erop. Oké, wachten we. Nog een keer de paarse erop gooien. Oké, nou gaat hij weer ronddraaien, denk ik. Ah, ik krijg geen... Ja, oké, goed zo. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat je hem wil verslaan. Hij kan niet tegen de soundwaves, dus je wil hem echt van zijn fiets eigenlijk afschuppen. En op zich is het dus een hele makkelijke baas. Want één Pikmin erin kwijt zijn geraakt is dus heel erg dom. Op het moment dat hij zijn stenen wielen kwijt is, is het echt een lachertje. Dan gaat hij rondrennen van, oh nee, paniek. Dan wordt hij moe, kun je dus zeg maar weer Pikmin dichtbij hem gaan gooien. En dan kun je weer Pikmin op hem gooien. En dat is dus de manier waarop dat je hem wilt verslaan. Krijgt hij ook zijn fysieke vorm weer terug. Water Raid, je hebt ons zoveel angst gegeven in sublevel 3. Gelukkig hebben we je niet tegengekomen in sublevel 4, omdat hij al moeilijk genoeg was van zichzelf. Wat we dus gaan doen, is we gaan jou enorme hoofdpijn bezorgen. Eigenlijk heb je nou een beetje medelijden met die Water Raid als je hem zo daar zo hopeloos ziet liggen. Van, oh, ik kan niks doen. Is dan jammer. Opgedonderd.
Oké, okay, nou, we zijn er een paar gedeliefd. Ik vind het echt jammer dat we er eentje kwijt zijn geraakt. Eén Leaf Pikmin. Of ja, een paars Pikmin, maar ja. How curious, this rat raid completely vanished. But what was in it? Surface object scans indicate the presence of a bright red component. Spannend. Oké, okay, nou eventjes deze nectar heel eventjes opslurpen. Oké, nou dan hebben we deze. Die hebben we dus helemaal compleet. Dan kunnen we hier naartoe. Dit is trouwens ook een van de moeilijke levels. Ook al is hij maar 5 diep. Dit is eigenlijk een van de grootste... Ik had in de comments gelezen toevallig dat jullie er ook zo over denken. De troll levels van Pikmin 2. Omdat in totaal zijn er maar weinig treasures. Of ja, er zijn best wel veel treasures die bijna niks waard zijn. Het heeft maar 5 levels gelukkig. Maar omdat ze zo ontiegelijk moeilijk zijn. Maar ja, er zijn nog moeilijkere levels te vinden. Maar dan gelukkig niet met zo'n gigantische baas erbij. Wel met diverse bazen, maar daar komen we later wel op. Goed. Je wil dus zeg maar even wachten totdat die Magnum Horn daar komt. En dan, doen we hier eventjes rondlopen om onze Bull Pikmin. Weet ik veel! Als het maar een naampje heeft. Ja, trouwens, we moeten niet hier rondlopen. We moeten bij onze keizer alvast klaar gaan staan. En deze toeter... heeft wel een leuke upgrade. Niet echt een super handige upgrade, moet ik er wel even bij zeggen. Maar, geef wel een handige upgrade. Het is een professional noisemaker. Ja, inderdaad, het is een deel van een megafoon. Maar goed, buiten dat. How insulting. This object coloring is more eye-catching than my own hull. Je bent goud, je bent niet meer rood. Zeur niet. I shall connect it to the alarm clock our esteemed president was so fond of. Processing complete. I have refitted both objects into a pluckaphone. Now simply blowing your whistle will inspire Pikmin sprouts to pop out of the ground. Ja, aangezien dat we nou al zoveel Pikmin hebben en dus ons eigenlijk niet meer druk hoeven te maken over het nieuwe Pikmin te breeden. We kunnen nu met onze toeter kunnen we dus nu Pikmin plukken. Kan aan de ene kant wel handig zijn als je nog sommige vijanden tegen gaat komen. Maar op dit moment denk ik bij mijn eigen van... en alle bullpins, sorry. We gaan jullie missen. Oké, dus we zijn best wel veel Pikmin kwijt. Volgens mij hebben we maar 2 Pikmin kwijtgeraakt in totaal. Hier 620, wauw. Ja, we zijn 2 Pikmin kwijtgeraakt in totaal. En dan hoop ik de bovengrond inderdaad de Pikmin die we dus achter hebben gelaten tot ze niet wereldwijd overal verspreid zijn. Want we hadden nog maar iets van 3 seconden of zo. En dan zou dat als left behind tellen. Maar volgens mij is dat niet het geval. Tenminste, dat hoop ik niet. Volgens mij zitten ze gewoon veilig in hun huis. Komen we nou achter, want we hebben nog maar een paar te tellen te gaan. Maar in ieder geval, we zijn klaar met de Submerged Castle. Oké, ik zie de 72. 72, oké, nee, die zijn allemaal netjes veilig terug. Dus die tellen niet als left behind. Gelukkig maar! Oké. Submerged Castle. What a raid. Done. Niet meer. Niet meer naar terug. Niet meer aan denken. Gewoon klaar. Uit het hoofd ermee. Nou, dan moeten we hier toch nog één dagje terugkomen. En dan denk ik dat we dat toch nog wel even in deze aflevering doen. Aangezien dat we pas 8 afleveringen in deze minuut zitten. Volgens mij heb ik nog niet eens verstandig het intro gedaan. Want ik ben er weer een... Lekker belangrijk. We hebben de water rate verslagen. Dat is het belangrijkste, jongens. Kom op. Ik vind het trouwens wel heel erg leuk om heel die discussielijsten af en toe wel eens een keer te lezen. Pikmin is enorm... Ja... Dat sommige de Skyward Sword Let's Play, de Windweken vonden ze de audiocommentaar beter. Maar ja, Skyward Sword, dat was weer een betere gameplay en alles. Dus, Oké, nou hebben we weer 810 poko's verdiend. Nou ja, niet echt dat geld nog wat uitmaakt. Oh, we zijn zoveel Pikmin kwijtgeraakt in totaal. Oh. 7 in battle, 1 door elektriciteit. In totaal, oh, valt nog mee. 8 valt nog mee. We willen onder die 100 blijven, hè. Dus, oké, maaltijd. Alima, you have worked so hard. Your special bonus arrived today. This is the first, right? I bought the kids a few new things they've been wanting. They were so happy and so was I. Ik neem aan dat dit Olimars de vrouw is. Tenminste, daar ga ik wel van uit. In ieder geval dag 13, we hebben hem dus gehaald. Ik ben een blij konijntje. Jullie zijn een blij konijntje, we zijn allemaal een blij konijntje. Melon is een blij konijntje. Fiverr in Terraria zal een blij konijntje zijn. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben dus nog 2 treasures hier te vinden. Dus zonder enig oponthoud. We hebben nog 9 minuten op de klok. Dag hebben we hooguit 15 minuten in. Dus we moeten zo snel mogelijk het gaan vinden. Ik weet dat er heel erg veel in het water verborgen is. Dus ik denk dat we heel erg veel blauwe Pikmin mee moeten gaan nemen. En dan moeten we heel eventjes gaan kijken waar die andere treasure ligt. Want ik weet dat er dus nog 1 treasure aan die ene kant ligt. Maar we nemen dus zoveel mogelijk blauwe mee. Dus we gaan gewoon zoveel mogelijk blauwe meenemen. We pakken deze dag gewoon bij deze aflevering nog eventjes bij. Dag 14, waarom ook niet. Laten we de 70 meenemen, just in kaas. Of just in boter! Mario 64, waarom ook niet.
En, oh, ik heb er een paar liefs tussen zitten. Dat is, nee. Oké, nou, we nemen 70 Pikmin mee. Ik denk dat het wel genoeg zal zijn. Als we hier nog even ergens lang gras kunnen vinden, dan ben ik ook een blij konijntje. Wat kunnen we nectar vinden? Hier zit toch een honey... Oh, wacht. Hier zit eieren. Nog beter. Dan hoop ik niet dat er hier insecten... Oh, jawel. Insecten. Ga weg. Ga heen. Ga iemand anders pesten. Nee, niks mee terugbrengen. Kom op. Dat was alles 70. Goed zo. Nou, kunnen we heel eventjes alles bloemificeren. We nemen niet die beesten mee terug, want die zijn zinloos. Oké, nou, dan gaan we dus heel eventjes kijken. Want we hebben dus nou die portal daar wel open gekocht. Oh, wacht, ik weet al welke andere treasure dat we nog nodig hebben. Daar hebben we gele Pikmin voor nodig. Boy. Ah, dan weet ik... Ik weet al waar dat we zitten. Oké, nou, jij gaat niet zomaar in één keer stiekem Pikmin jatten. Daar hou ik niet van. Hij viel mij aan, zag je het? Stouterd. Oei. Oké, nou, dan hebben we deze beesten eerst eventjes uitschakelen. Goed, als we dus nou voorzichtig wezen... Ah, nee, die gaan we redden. Nee, te redden. Ah. Oh. Ik haat dat beest. Kom op, val aan. Warm hem. Hoort zo, dat is er eentje minder. 69 Pikmin. Oké, nou, kom maar. Jij krijgt geen Pikmin. Jij wordt geswarmd. Oh, dat gaat dan een stuk sneller als kooi bij deze beesten. Oké, deze wil je gewoon swarmen. Oké, dan gaan we eventjes die waterdappels wel eventjes aanvallen. Want deze treasure die we nou dus gaan pakken, die kan nogal een beetje lastig zijn. Gewoon Pikmin erop gooien. Nee. Oké, we zijn er 2 kwijt. 3 alweer in battle, zeg. Dat ging niet goed met die waterdappels. Jij kan dit zo enorm vervelend maken. Ah, daar hebben we weer die Submerged Castle. Ik hou niet van Submerged Castles. Oké. Auw! Hey! Dat is niet aardig. Oké, gooi gewoon een Pikmin erop. En je bent klaar. Goed zo. Oké, nou hoe zat deze... Oké, we wouden dus zeg maar... Hier willen we iets van 10 Pikmin bovenop hebben. Of meer zelfs. Terwijl we gooien er gewoon nog een stuk of 20 op. Hoeveel hebben we er nou op? 16? Gewoon 20. Kom, we doen iets voor 20. Oké, nou, dan gaan we wel even kijken. Ken ik... Want die Pikmin die laten we dan heel gewoon eventjes met rust. Want we moeten dus Olimar... Moeten we dus op een van die plateautjes zien te krijgen. Dus deze die kunnen we dan hierop gooien. Goed zo, dan kan Olimar hier naartoe. Deze fluit wil eventjes terug. En nou dacht ik dat dan deze was. Juist. Kunnen we weer terug naar Olimar? Oh nee, we moeten eerst even Pikmin hierop gooien. Oké, dan gooien we eerst even Pikmin hierop. Oh, hier moeten we er nou meer dan 20 op gooien. Verband met die ene die daar staan. Goed zo. Dan kunnen we dus heel rustig deze Pikmin even bij ons fluiten. En teruggooien naar de kapitein. Waarom? Oh nee, ik snap hem al. Eerst even teruggooien naar de kapitein. Dan gaat deze alweer omhoog. Dan moeten we hier op staan. Dan moeten we de kapitein weer even roepen. Dan moeten we hier weer Pikmin opgooien. Nee? Oh, nee. Dan moeten we eerst jullie terug. Dan moeten we eerst hierop gooien. Dan gaat hij omhoog. En dan moeten we hierop staan. En nou kunnen we dus de Pikmin op die enige gooien, waardoor dat plateau omhoog komt. Kunnen jullie heel even... Ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, hoor, maar... Oké, even hier de Pikmin opgooien. Oké. En nou geloof ik dus echt dat we hier iets van 20 Pikmin voor nodig hadden. Of 15, ik weet het niet zeker. Maar op het moment dat hier een kapitein boven zit, hoeven we ons dus daar geen zorgen meer over te maken. Kijk, want we hebben nou... Oh, we hebben er precies 20. Oké, nou, die treasure die wordt dus gedaan. Dan willen we dus zo snel mogelijk terug naar de basis om eventjes voor de tweede treasure te gaan. Oké, nou, als het goed is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over... Even kijken hoor, we hebben ze hier. Jongens. Waar zijn we mee bezig? Ja, heel leuk dat daar nectar ligt, jongens. Maar daar hebben we nog geen tijd voor. Zo, nou, jullie hebben je nectar. Hop, meekomen. Goed, jullie lopen gewoon de normale route, neem ik aan. Welke kant gaan jullie op? Ik bedoel, we hebben nog een halve dag, dus jullie gaan deze kant op. Waarom gaan jullie deze kant op? Precies, vinden. En hier omhoog. Maar is het hier wel veilig om naar boven te gaan, jongens? En hier naar boven toe?
gaat wel heel erg langzaam. Ik hoor er echt wel wat Pikmin bij. Wat? Volgens mij gaat hij hier naar boven toe. Nee, naar boven toe? Ja, hij gaat hier naar boven toe. Oké. Okay. Dan gaan we heel even kijken of hij veilig is. Even hier even dit even openmaken. Misschien zit er nog potion in. Altijd kijken naar potions. En ik weet dat ik gebruik die truc nou niet meer. Omdat ik vind dat we genoeg potions hebben. Dus daarop ons geen... Oh! Hoi. Oh, ik haat een beetje zo erg, hè. Kom hier. Oké, okay, die is verslagen. Zo, waar is de schroef? Hier, zie je? Kijk, dat bedoel ik dus, hè. Er zit er ook nog een fiery blowhawk die ik ook even in de gaten moet houden. Nee. Nee, ai. Hier is te doen. Hier is te doen. Jij kan ook niks, jij stomme vuurbal. Oh, nog opgooien. Hij gaat niet spuiten, hij gaat niet spuiten, hij gaat niet spuiten. Hij spuit wel. Oké, okay, zijn allemaal veilig. 41. Die andere heeft er iets van 25, geloof ik. Hebben we hier alles? Ik denk het wel. Nou ligt er dus zeg maar namelijk voor ons nog een treasure hierbovenop. Nou is het probleem, dit hebben ze gevuld met water, maar we moeten toch hier de gele Pikmin weer meenemen. Dus wat ik heel eventjes ga doen is ik ga heel eventjes kijken... Hoeveel hebben jullie er? 26? Ja, dan zijn we compleet. Oké, nou dan gaan jullie gewoon heel eventjes hier wachten. Jullie doen verder gewoon helemaal niks. Wacht hier eventjes, zijn er nog leaves? Ja, er zijn nog 4 leaves bij. Oké, die kunnen dan eventjes op inactief. En dan gaan wij heel eventjes hier... 20. Jongens. Jongens. Drommels, drommels en nog eens drommels. Dan vraag je gewoon 20 gele Pikmin en dan komen ze aan van... wij helpen de blauwe eventjes. Daar sta ik niet op te wachten. Nou ja, toch in ieder geval 100 Pokémon's weer extra bij voor deze. Gewoon voor completion's sake. Massage girdle, dat maakt er helemaal niet. Oké, nou. Mag ik mijn gele? Dank je. Nou, en met die gele dan gaan we dus zeg maar weer de laatste treasure op gaan halen. Nou, zoals je ziet, er zijn hier geen pallet posies. Dat beest is wel weer terug, dus we zouden wel weer wat Pikmin kunnen eventueel farmen. Misschien dat we daar nog de tijd voor hebben. Potions farmen, daar hebben we nou helemaal geen behoefte aan. Dus als ik me niet vergis, moeten we hier gewoon naar boven zien te klimmen. Nou, dat kun je dus doen met de swarm knop. Wil je dus heel voorzichtig je Pikmin... Dat ging al bijna fout. Kom op. Rechterlijn. Knuffel de muur. Dan heb je hier een paar van die obstakels waar dus de Pikmin vast komen te zitten. En misschien herkennen jullie deze puzzel wel. Dit is inderdaad exact dezelfde puzzel die we dus bij Pikmin 1 hebben gehad. En het grappige is, dit keer is het dus voor een treasure in plaats van voor een shipart. Zoals jullie kunnen zien, als ik hier dus heel eventjes de camera omdraai, is dit exact hetzelfde plekje waar dus de vorige keer geen water lag. Maar dat je dus met gele Pikmin daar de dinges te pakken kon krijgen. Daar komt praktisch op neer. Laten we daarop houden. Oké, nou hoe zit ik nou met totaal in mijn Pikmin? Ik heb er 20 nou, dus ik heb nog, ik heb 62 gele. Ik heb 98 paarse. Ik heb 88 witte. 38 rode. Ja, weet je wel... Ja, blauw hebben we heel veel, geloof ik. Blauw, daar zitten we bijna over de 100 heen. Dus ik denk dat ik de rode nummers toch een beetje zal increasen. Omdat we hebben maar heel weinig rode Pikmin op het moment. Aangezien dat we er zoveel hebben omgetoverd. Dus deze die mogen heel eventjes terug. En ik weet het, er is nou bijna niks meer te doen. Maar ik wil toch heel eventjes dat beest daar nog heel eventjes farmen. Dus, want we hebben maar... Dank je. Nee, we hebben maar 38... Ik vind het wel zo grappig hoe dat in 1 dat je zoveel mogelijk rode wou hebben. En dat het hier eigenlijk zoiets is van... Ja, niet echt nodig. Oké, okay, nou... weet je wat, we gaan heel eventjes eerst naar die nectar toe. Want dan kunnen we heel eventjes deze Steve's... Chuck Conroy reference daar. Dan kunnen we die heel eventjes... ja, even flaueriseren. En oh, er zit hier zelfs een rode pallet. Die wil ik ook wel even meenemen dan. En dan kan ik de nieuwe functie ook gelijk eventjes uitshowen van... als je dus nu...
de toeter gebruikt dat je ze dus automatisch kan plukt. Dus Big Taste Big Crunch Vlasic. Geen idee wat het is. Misschien is het wel een soort van boter. Het valt me eigenlijk nog mee dat we geen boter hebben gevonden. Of we hebben wel we hebben pindakaas gevonden. Wat in het Engels peanut butter is. Dus klinkt niet zo episch als ik het in het Engels zou zeggen. Het is een Nederlands grap. Maar goed, we hebben dus alle treasures hier gevonden. Jij mag hem meenemen. Weet je waar, we nemen jou ook even mee. Volgens mij had hij het maar 3 nodig. Ja. Neem dit gewoon heel eventjes mee. Gewoon voor de sake of extra Pikmin nog even te farmen. Ik bedoel, we zijn er toch best wel veel kwijtgeraakt. En op zich is dit dan best wel een productieve dag geworden. Lig jij nou net op de rand van het water of lig jij in het water? Jongens, jullie zijn dom! Waarom zou je dat doen? Waarom zou... Oh. Even kijken, we kunnen gewoon door het droog heen lopen of we lopen door het water heen. Maar we kunnen niet tegen water. Laten we door het water gaan! Jongen, jongen. Hallo. Ik wil heel eventjes jouw noot op je staart hebben. Tenminste, het ziet eruit als een noot. Au. Oh, dat deflowered mijn Pikmin. Wat ben jij trouwens langzaam? Hou ik van. Ik hou van langzame beesten. Ja, je bent hartstikke kaduukies. Ah, die is eigenlijk hartstikke goed om die te gebruiken voor blauwe Pikmin. Maar we hebben al zoveel blauwe Pikmin. Oké, ga naar de rode toe. Waarom ook niet? Neem me mee. Dus ja, deze dag die is nou bijna voorbij. We hebben de perplexing pool eigenlijk helemaal voor elkaar gekregen. Die is goed gelopen. Dus eigenlijk, ja, het is praktisch nog steeds een soort van distant spring, om heel eerlijk te wezen. Rup, rup. Weet je wat, neem jij die ook maar even mee. Neem jij die maar mee. Neem jij die maar mee. Jullie zijn twee liefs. Ik heb bijna medelijden met jullie. Zielig. Neem jij die mee. Neem jij die mee. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben nou toch niks meer te doen. Er zijn geen treasures hier meer te vinden. En we kunnen alleen nog maar naar de laatste wereld van Pikmin toe. Dus, en we moeten nog steeds Louis zoeken. Maar ja, treasures... Geld is meer belangrijk dan Louis. Laten we eerlijk wezen. Waarom ook niet? Dus, nou, jullie hebben dat daar. En dan zien we hier dat er dus heel veel Pikmin gesprout zijn. En ik denk dat we zelf nog tijd over hebben om die nog eventjes de flower functie te geven. Omdat daar zoveel nectar ligt. Dus, geeft deze trouwens wel Pikmin? Nou, ik zie al 99. Volgens mij geven ze geen... Oh jawel, ze geven wel Pikmin. Na veel pijn en moeite. Nou, en dan moet je goed opletten wat we doen. Hoppakee. Alles is geplukt. Nou, jullie staan bij basis. Dus als het goed is, zullen jullie niet achterblijven. Dat is alleen maar gunstig. Dus kan ik nog heel eventjes naar de nectar toe lopen. Om heel eventjes de Blikmin. Om dus heel eventjes nog de Pikmin eventjes een flauwtje te geven voor de laatste wereld. Dus ik denk dat we met onze nummers wel goed zitten nu. Zo, dat gaat lekker snel. Even kijken, we hebben nou 80 rode in totaal. We hebben 80 rode in totaal. We hebben, ja, 62. We hebben 99 blauwe. We zitten goed. Er is niet echt iets waar we nog een single missie voor nodig hebben. Tot we dus zeg maar één squad van zoveel Pikmin nodig gaan hebben. En 10 seconden, dat duurt maar iets te lang. Wij gaan gewoon, 7, 6, 5, 4. Jee, ik heb 4 seconden bespaard voor jullie tijd door gewoon hem te skippen. Lekker belangrijk. Ach ja, moet iets verzinnen. Jee. Nou, Perplexing Pool, dit was de laatste keer dat we hier waren. Geen Wallywalks meer. Geen blowhogs meer. Echt helemaal niks. Dan ben ik wel benieuwd wat de tweede mail is die we eigenlijk binnen gaan krijgen. Today's report. Laat me zien. Laat me komen. 200. Wat leuk. Dat waren de twee treasures die we dus nog misten. Oké, nou, we zijn wel 3 Pikmin kwijtgeraakt, maar we hebben er enorm veel gesprout. Dus, nou ja, we zitten nog niet op de 100 gelukkig. Dus we mogen nog 40 Pikmin eventueel kwijtraken. Wat ik liever niet heb. Oh yeah, oh yeah. My allowance doubled. And it's all thanks to my papa. After all, he's a great captain. But when in the world will he be able to come home, huh? Oh, dat is een van... Dat is Olimar's kid. Oh, dat is de zoon van Olimar. Hij heeft dubbel zakgeld gekregen. Wat lief.
Oké, maar goed. We hebben dus de Perplexing Pool 100% compleet. We hebben de Valley of Repose 100% compleet. En we hebben de Awakening Wood 100% compleet. De enige plek waar we nou nog naartoe kunnen gaan is de Wistful Wild. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Pikmin of Terraria. Ligt eraan. Als het goed is, hebben we vandaag opnames. Dus Terraria zal terugkomen. Ik eis dat... Ja, hij zal wel terugkomen. Dank je. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende aflevering. Doei!